Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. En het is, na goed speurwerk is het gelukt om iemand bij het kabinet van de president spreker te krijgen. Dat is de heer Kenneth Sloten, een man die wij altijd kennen van zijn felle en duidelijke uitspraken in talkshow in Suriname. Meneer Sloten, goedendag, welkom. Dit is de radio Standvast, de Frans Pinas. Hoe gaat het met u? Mijn benen gaat heel goed, meneer Pinas. U bent iemand die harde uitspraken doet. Hè? De laatste keer, u zei dat VHP ervoor zorgt dat de koers omhoog gaat steeds. Hebt u dat gezegd? Hoe bedoelt u? Ja, dat heb ik gezegd en ik kan het ook verklaren. Graag. Ja. In de jaren 60, om precies te zijn, 1961 heeft de VHP onder voorzitterschap van Jagannath Lachman een 10-jarig plan geschreven. En het plan zou worden uitgevoerd tussen 1962 en 1972. En dat plan was bedoeld omdat de VHP wilde voorkomen dat Suriname ooit onafhankelijk zou worden en dat zou gebeuren zonder dat zij de macht in Suriname hadden. Mm-hmm. Dat is één. Ja, oké. Okay. Ja, ga door. Dat plan behelste om ervoor te zorgen dat alle relevante instituten in Suriname zouden moeten worden bemand door leden van de VHP. Toen heeft de VHP zonen en dochters van prominente leden gestuurd naar het buitenland om te studeren. Ze hebben gestudeerd aan universiteiten en academies. De zonen die hebben gestudeerd aan militaire en politieacademie, die waren voorbestemd om in Suriname in die instituten in de top te komen, omdat men eventueel gewapend de macht zou kunnen grijpen. Omdat de toestemming niet gegeven was aan Jagannath Lachman om stemvee uit India te halen. Dus zou het land eventueel middels een gewapende machtsovername overgenomen moeten worden. En dat is de reden waarom meneer Rambokus afgestudeerd is op gewapende overname. Dat heeft hij verdedigd als afstudeerscriptie. Een gewapende machtsovername. In het plan was opgenomen het bezetten van de rechterlijke macht, invloed hebben op de rechterlijke uitspraak, invloed hebben op het werk van het Openbaar Ministerie, invloed hebben op het werk van de wetgevende macht, invloed hebben op de instituten van de uitvoerende macht, invloed hebben op de medische specialisten, dat hele gebeuren met betrekking tot wie wordt uitgezonden om een specialisatie te doen, invloed hebben op het onderwijs, zowel het universitair onderwijs dat in het buitenland plaatsvond op dat moment en later eventueel in Suriname, invloed hebben op ons bankwezen en verzekeringswezen. Op dat moment waren er nog geen cambio's in Suriname. Wat gebeurt er? Het is niet een toeval dat wanneer de VHP in een machtscentrum zit met partners, noem het New Front, Front voor Democratie, dat er niks aan de hand is met een koers in Suriname. Op het moment dat er een andere politieke organisatie aan het stuur van Suriname zit, dan reizen de pannen uit de pan en dan neemt de koers constant hoogte. Dat is wat ze voortrekt. En als niemand erover durft te praten, zegt Kenneth Sloten, laat me het een keertje bespreken. Want de schuld wordt gegeven aan de zittende regering. Maar het is niet de zittende regering die de schuld draagt. De zittende regering is er wel voor verantwoordelijk, omdat ze regeerders zijn.
maar het wordt gecreëerd. En er wordt erop ingespeeld door de handel, die zeggen, ik moet dure deviezen aanschaffen, dus mijn prijzen gaan omhoog. En wie moet het gelag betalen? Wie wordt ervoor verantwoordelijk gesteld? De zittende regering. Dat is het spel dat wordt gespeeld. En vandaar dat ik die analyse heb gemaakt op basis van het 10-jarenplan van de PAP, waar al dit soort dingen staan opgetekend. Mm-hmm. Het plan is nu, wordt nu gepubliceerd door verschillende mensen. Ja, want uw uitspraken worden u kwalijk genomen hier in diaspora, vooral in VAP-kringen. En wij zijn Radio Standvaste, dus wij praten met iedereen, met NDP, met VAP. En als mensen kritiek op u leveren, denk van nee, ik wil het ook van meneer Sloten horen. Vandaar dat ik u belt. Ja. U bent niet iemand die staat te springen om met diaspora radio te praten. Waarom? Heeft het iets met kolonialisme te maken? Het heeft alles met kolonialisme te maken. Uh-huh. Wij zijn met uitzondering van de inheemse allemaal naar hier toe gebracht. En ik hoef dat verhaal niet te vertellen, want iedereen kent dat. Ja. Maar er is een bepaalde stroming van mensen die uit India naar Suriname zijn gekomen, die in Suriname een kastenstelsel hebben opgezet. Dus dat stelsel dat er is in India, hebben ze hier opgezet. En hebben zichzelf tot bepaalde kasten gemaakt. En anderen tot een lagere kasten gemaakt. Mm-hmm. In een multi-etnische samenleving willen zij dus van die hoogste kasten van de VHP behoren tot de mensen die het voor het zeggen moeten hebben in dit land. Mm-hmm. Dat is hun goal. Dat staat in het 10-jarig plan. Mm-hmm. Op een gegeven moment, toen bleek dat de onafhankelijkheid toch zou komen en niet de VHP aan de macht zou zijn. Heeft de VHP gezet, dan verdelen we het land in tweeën. En toen hebben ze de kaart van Suriname verdeeld vanaf de Saramaka-rivier hemelsbreed naar de Braziliaanse grens. En het westen dus vanaf de Saramaka-rivier zou het land zijn van de VHP en het oosten van de rest. Dat kunnen die mensen die in diaspora zijn toch niet ontkennen. Met wat voor reden hebben ze dat gedaan? Mm. We zijn allemaal naar hier toe gebracht geworden. Waarom moeten we het land annexeren? Of waarom moeten we een deel van het land annexeren? Mm. Met wat voor reden? Mm. Hey, maar meneer Sloten, ik denk ook van de president Boutersen, hij is geen VAP'er. Die andere monetaire autoriteiten, dat is de hoefdraad, dat is geen VAP'er en de governor van de centrale bank. Dat is eigenlijk de driehoek die gaat over valuta en koers. Daar zit toch geen VAP in. Hoe kan VAP dan zo invloed hebben om dan toch de koers te bepalen? Dat gaat mijn verstand te boven. Zou je mij dat in normale taal kunnen uitleggen? U moet mij niet kwalijk nemen als ik het volgende opmerk. Nee. Dat uw verstand te boven gaat. Omdat ik dan ga twijfelen aan uw vermogen en uw niveau. Want dit heeft toch niks met Hoefdraad en de centrale bank en Boutersen te maken. Die waren er niet eens in 62. Nee, meneer Sloten. Ik heb het over 2019, 2020. Ik woon in Nederland. In Nederland kan geen oppositiepartij bepalen hoe de koers is en hoe de prijs in de winkel. Daar is de zittende regering. Die bepaalt de koers, die bepaalt de prijs in de winkel. Dat doet dan zittende regering. Is het niet zo bij jullie in Suriname? Nee, meneer Pinas, dat is ook niet waar. Oké. Okay. De werking van de economie is niet zo. De werking van de economie is niet zo. Dat zit niet zo in elkaar. Nogmaals mijn vraag. Hoe kan het zijn dat iemand die niet in het machtscentrum is, die gaat niet over de centrale bank, niet over het ministerie van Financiën, en hij is er niet de president. Hoe kunnen ze toch zoveel invloed hebben om prijzen in de winkel te bepalen en de koers omhoog te sturen wanneer ze willen? Hoe kunnen zij dat allemaal regelen zonder dat ze in charge zijn? Meneer Pinas, uh-huh. Kan ik u vertellen? Alsjeblieft. Als u uit Frans-Guyana naar Suriname komt, hebt u de visa op staat. Ja. En die wilt u wisselen. En zij hebben ervoor gezorgd dat er een illegale wisselmogelijkheid is in Kommerwijnen.
En daar kunt u uw euro's wisselen voor 14. Ja, heb ik gedaan ook. Wat gaat u doen? Gaat u met uw euro's naar Paramaribo reizen om ze naar de centrale bank te brengen? Nee. Het illegaal systeem. Oké. Okay, even. Alsjeblieft. Even. No treedt de regering op tegen het illegaal systeem. De politie doet een inval. Alles wordt in beslag genomen. En weet u wat gebeurt? De procureur-generaal in Suriname, prominent PAP'er, geeft de middelen terug en stelt de mensen op vrije voeten. Wanneer nu deze Bouters zal zeggen, procureur-generaal, ik bedank u, dan zeggen ze, dat doe je omdat de procureur-generaal niet heeft meegewerkt aan het stopzetten van het proces tegen jou van december. Dus, of we moeten dom zijn, of we moeten helemaal niet begrijpen hoe dingen in zijn werking zitten in Suriname. Mm-hmm. Wat vindt u het vreemd, meneer Pina, dat mensen in vrijheid worden gesteld in Suriname, die daadwerkelijk zich hebben schuldig gemaakt aan, ik durf niet te zeggen criminele handelingen, maar handelingen die strafbaar zijn. En ik kan gewoon uit de vuist een aantal voorbeelden noemen. Ik kan het voorbeeld noemen van een procureur-generaal die betrokken is bij een aanrijding, waar zo'n vrouw nota bene om het leven komt. En in de kofferbak van zijn auto blijkt bij onderzoek drugs aanwezig te zijn dat in beslag genomen drugs is. Ja. Dus u zegt de... Begrijp je wat ik zeg? Ik begrijp u helemaal. U zegt de PG, procureur-generaal... Is... van een minister van Justitie, uh-huh, die aan boord is van een boot op de Kommerwijn rivier richting Suriname rivier en ziet dat er controle op ze afkomt en uit het vaartuig springt de rivier in. Omdat hij niet betrokken wil zijn bij drugs dat men aantreft. En de zaak wordt in de doofpot gezet. Ik kan een voorbeeld noemen, gewoon uit de vuist, uh-huh, van de zoon van mevrouw Matura, die een aanrijding veroorzaakt, niet in het bezit is van een rijbewijs. De persoon, het slachtoffer, komt te overlijden. En dezelfde avond was meneer Matura in het buitenland. Of Hoesenali. Ja, ja. Dus en zo kan ik verschillende voorbeelden noemen. Als we willen doen alsof het niet waar is, dan zijn we blind. Okay. Maar ik ben niet blind. En ik weet hoe het komt dat dit soort dingen zich kunnen voltrekken, zonder dat er maatregelen worden genomen. Dat weet ik toch. Ja, ja. Ik ben daarvoor in Suriname. Ik zie het gebeuren. Ja. Alleen heb ik gezegd, ik verbreek het zwijgen. Ik begin hierover te praten. Ja, ja. Laat mensen zien waar het kwaad ligt. Laat mensen zien dat het probleem dat Suriname heeft niet deze Bouterse is. Ja, dat denken ze hier in Den Haag. Hè? In Den Haag denken ze dat het probleem in Suriname, Bouterse en NDP, die steeds altijd als aan het bewind zitten, financieel wanbeleid voeren. Dat is wat ja, maar gezegd ik heb geen boodschap aan Den Haag. Nee, ook in Suriname, krijg ik geluiden van, ook op mijn zender. Ja, ja, dat zijn de mensen die stemming, die blootgesteld zijn geworden aan die stemming. En die stemming heeft invloed op ze gehad. Ik heb geen boodschap aan Den Haag. Laat me u vertellen. Den Haag is het politiek centrum van Holland. Dat is het land, Holland is het land dat Suriname honderden jaren gekoloniseerd heeft. Dat is het land dat de rijkdommen van Suriname heeft geëxploiteerd. En er toe over is gegaan waar nodig te exploreren. Zij hebben geld verdiend ermee en ze hebben wilde gecreëerd in Europa. Ze hebben een model voorgesteld dat mislukt is geworden. En dat model is het model van 1975, neocolonialisme. Dat is mislukt geworden. Amsterdam en alle andere plaatsen, Den Haag, Nederland dus, Holland, hebben geen ander oogmerk dan de kolonie Suriname weer in handen krijgen. Desnoods als neocolonie. In 1975 was de bedoeling, de buitenlandse politiek, defensie en de economie blijft in handen van Nederland.
De rest mogen wij als Surinamers zelf doen. Dat model is mislukt omdat meneer Aaron en meneer Bruma er niet aan wilden meewerken. In 80 hebben de militairen overgenomen en Den Haag dacht, dat zijn mijn jongens. Toen die jongens aan meneer de koning hebben laten weten dat het niet hun jongens zijn, maar dat die jongens gekozen hebben voor het volk van Suriname, is de ontwikkelingspot dichtgeslagen. Den Haag wil Suriname weer als kolonie. Ik verwacht niet dat Den Haag Boutersen gaat prijzen die met een decolonisatiestrijd bezig is. Ik verwacht niet dat Den Haag Boutersen gaat prijzen die bruggen bouwt in Suriname, die wegen bouwt in Suriname, die ervoor zorgt dat de Surinaamse gemeenschap kan genieten, kan profiteren van de rijkdommen van dit land. Ik verwacht niet dat Den Haag deze Boutersen daarvoor een schouderklopje geeft. Ik zie toch wat Den Haag doet. Veroordelen van Boutersen. Dat wil zeggen, dat proces van decolonisatie moet geen voortgang vinden. Ja. Oké. Okay. Nog iets, meneer Vloten. U zegt, cambio maken misbruik van en stuwen de koers omhoog, ieder moment wanneer ze dat willen. Waarom treedt de uitvoerende macht niet op? Ik bedoel, president Boutersen en zijn regering. Dat is hun werk, toch? Om orde op zaken te stellen in een land? Deze Boutersen wil zelfs meer dan dat doen. Maar deze Boutersen, die manoeuvreert zich, bijna moet je zeggen, op de rand van het zwaard. Want deze Boutersen wil geen invasie in Suriname hebben. En de mensen staan klaar om die invasie in Suriname te plegen als er maatschappelijke onrust eventjes maar ontstaat. Welke natie staat klaar om... Nee, u geeft mij nieuw nieuws. Zijn er plannen om in Suriname invasie te plegen? Wie staat klaar voor welke landen, welke natie? Verklaart u nader als u wil. Meneer Pinas. Meneer Vloten. U verrast me met uw onnozelheid. U verrast me echt wel met uw onnozelheid. Weet u niet dat Amerika en Nederland al jaren invasies willen uitvoeren in Suriname? Waarom denk je dat ze het nu niet willen doen? Meneer Sloot, als omdat ze dat doen. Gevonden is en gas. Nee, maar als ze het nu niet doen. Maar de Boutersen is gekozen, toch? Ik heb om dat te doen, meneer Pina. Nee, maar meneer Sloten, het is zo'n democratisch gekozen president. Of we van hem houden of niet, die man is door het volk gekozen. Wie durft dan om invasie daar te plegen? Dat kan toch niet? Dat was Noriega ook, in Panama. Dat was meneer, in Libië. Gaddafi ook in Libië. Gaddafi gaf zelfs zijn mensen alles gratis van die oliedollars. Gratis onderwijs, gratis gezondheid, gratis huisvesting, gratis licht, gratis water. Alles kregen de mensen gratis in Libië. En toch heeft men Libië overgenomen. Invasie uitgevoerd. U verbaast me, meneer Pinas. Ik ben helemaal geschrokken om dit te horen. Ik heb het nooit geweten dat er landen klaar zitten om Boutersen aan te vallen of om Suriname aan te vallen anno 2020, meneer Sloten. Meneer Pinas, zet u dan uw systeem in om onderzoeksjournalistiek te doen. Er zijn mensen voldoende in Nederland die dit weten en die dit aan u kunnen vertellen. Weet u niet dat Nederland miljoenen heeft gegeven aan Jungle Commando, gesluisd via Frans-Guyana naar Suriname, om infrastructuur en bedrijven, productiebedrijven, kapot te maken? Sterker nog, ik zou dat geloven, maar toen was het een soort militair dictatuur. Maar dit is een... We praten nu over democratie, toch? U neemt woorden in de mond die u niet kunt verdedigen. Hoe kan er sprake zijn van militair dictatuur als op 25 februari 1980 de militairen de macht grijpen en daarna Chen Assen wordt ingezworen als president? Ja, maar kan er praten zijn van militair dictatuur? Omdat wij gebruiken woorden die onze tegenstanders gebruiken. Nee, ik ben geen tegenstander, meneer Sloten. Als u Surinamer bent, meneer Pina, vraag ik u om een beetje andere opstelling te doen. Eentje die linkt in de richting van kiezen voor jouw land of jouw moederland. Ik stel alleen maar vragen in deze, hoor. Ik zijn die vragen die leven. Want uw vragen zijn ook nog een beetje insinuerend.
U praat over militaire dictatuur. Dat weten we toch allemaal? Militaire dictatuur hebben die militairen met hun knieën op de grond straten gemaakt met die gemeenschap zelf. En u praat over militaire dictatuur. Militaire dictatuur en die militairen hebben de infrastructuur in dit land verbeterd. Mm-hmm. Praat u over militaire dictatuur? Nou, de militaire dictatuur zegt mij hier in mijn woordenboek. Dat is de tegenstanders van Suriname, die hebben het woord militaire dictatuur in de mond genomen. Omdat ze weten dat mensen als meneer Pinas het al te graag geloven. Omdat ze niet doordenken en zich ook niet afvragen als het correct is of niet. Ja, meneer Pinas denkt bijvoorbeeld ook van een coup plegen. Dat is niet de manier om een land over te nemen. Stel je voor dat er morgen Paquito en Curtis en Maisha Neus een gewapende coup plegen en boten ze afzetten. Dat zou ik niet willen. Dat wil u toch ook niet? Meneer Pinas, u hebt een enorme achterstand. En het lijkt erop alsof ik met u bezig ben. Maar dat wil ik niet. Nee. Want u bent vergeten. U bent vergeten dat Europa kampioen is in het bezetten van landen. En besturen en systemen. Kampioen is in het bezetten, militair bezetten. U bent vergeten dat dit land waar wij wonen, dat Suriname noemt, ooit ook eens bezet is geworden door Europa. Ja, dat weet ik. En het gevolg daarvan zijn onze voorouders naar hier toe gebracht. Mm-hmm. En u dat vergeten. Nee. Waarschijnlijk want u zich in een vredelievende wereld te zijn in Europa. Maar dat is het niet hoor. Bent u vergeten hoeveel keren Nederlandse troepen uitrukken naar andere delen van de wereld om daar invasies te plegen? Recentelijk heeft uw koning toch verontschuldigingen aangeboden aan Indonesië. Ja. Meneer Pinas, echt, u verbaast me. Vorige week is dat gebeurd. Nee. Ja, ik ben onnozel misschien, maar het is wat ik hoor en wat in mijn samenleving leeft. Heel erg onnozel. Ik moet die vragen stellen, meneer Sloten. Of ik onnozel ben, ik kan niet helpen. Maar dit zijn vragen die ik hier krijg. Mensen vragen mij van hoe kan VAP, waarom treedt NDP niet op? Want NDP is toch aan het bewind. Waarom Meneer Pinas, u moet niet de vragen die mensen aan u stellen ongenuanceerd nemen en weer stellen. Want anders komt u anders over op mij. Dat verschilt u niet van meneer Ludwig van Milieu en Paul Middelijn. Oké. Okay. Nee, u bent ook iemand. Ik weet niet dat ik u op die hoofd zet. Meneer Sloten, ik ken u als iemand die uitgesproken is. Dus ik kan u alles vragen. Dat maakt niet uit hoe wat u mij zegt en hoe u mij kwalificeert. Ik blijf die vragen stellen die ik aan u zeg. Ik heb ook uit uw antwoorden kunnen opmaken dat u vindt dat de rechterlijke macht VHP is. Ik heb dat niet gezegd. Ik heb gezegd dat de VHP invloed heeft op de uitspraak van de rechterlijke man. Dat heb ik gezegd. Okay. En ik kan het aantonen. Ja, je hebt net al een paar voorbeelden gegeven. Of zijn er nog meer dingen waar ik... Er is zoveel meer, meneer Pinas. Vandaag is niet genoeg ervoor. Ja. Het is mij ook opgevallen dat de VHP praat steeds over vooruitstrevende hervormde partij. U hebt het steeds over de Verenigde Hindoestaanse Partij. Dat klinkt zo racistisch. Meneer Pinas, u hebt mij niet horen praten over Verenigde Hindoestaanse Partij. U beschuldigt me van iets dat niet waar is. En ik vraag om het niet te doen. Ik heb gesproken over de VHP. Niet. En wat voor betekenis u aan die afkorting VHP wil geven, dat laat ik even aan u alleen. Okay, maar u moet niet zeggen dat ik dat heb gezegd, of dat u me dat hebt horen zeggen. Ik heb u dat ooit horen zeggen. Ik volg u, misschien ben ik fan van u stiekem, hoor, want u hebt prikkende uitspraken, weet je, uitspraken die iets teweeg brengt. Misschien niet bij u daar, maar in Nederland reageren mensen altijd op wat u zegt, vooral over de VHP. Ja, en u hebt het tot uw levenstaak gemaakt om ze te beschermen. Of als woordvoerder voor hun op te treden. Meneer, ik ben geen woordvoerder. Ik stel u vragen. Ik praat met hun. En dan komen ze met vragen. En ik denk van ja, ik wil niet en alleen van VHP horen. Ook van meneer Sloten. Daarom geef ik u nu de ruimte. Ik ben woordvoerder. Alleen begrijpt u niet dat u op een vertapte manier wordt ingezet. Door deze vragen te stellen, is dan word ik dan ingezet? Ik kan het,
Waarschijnlijk moet ik dat aan de intelligentie wijzen. Het kan, misschien ben ik niet slim genoeg dan om het door te hebben. Ja, maar laat je niet meer misbruiken hoor, meneer. En sterker nog, er is niemand die mij opdracht geeft. Ik praat met VAP, NDP, die NPS. Naam van jou, mm-hmm. Die naam van jou is niet eentje die de VAP moet verdedigen. Die naam van jou is Pinas. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat jouw achtergrond is een van de tot slaafgemaakten die naar het achterland is gegaan. Tapanahoni. Nee, verder dan Tapanahoni. Het is eventueel naar de... naar het Kotika-gebied. Veel verder zelf. Tot helemaal in het oerwoud, bijna grens bij Brazilië, Gakaba. Ik weet niet of je... Kent u het binnenland van Suriname? Nee, u kent Suriname niet, meneer Pinas. Gakaba is niet aan de grens met Brazilië. U kent Suriname niet. Gakaba is in de Marowijnrivier. Ik bedoel daar, tot die kant. De Marowijnrivier gaat niet tot de grens met Brazilië. De grens met Brazilië, daar heb je geen Marowijnrivier. En ook geen Tapanahoni en ook geen Lawa. Ja, ik ken Suriname niet, meneer Pinas. Ik zal u vertellen, uw voorouders komen van Tapanahoni nadat ze van de plantages zijn weggegaan, omdat ze niet langer slaaf wilden zijn. Ja. En het is hetzelfde gebied waar de huidige voorzitter van de VHP in zijn hoedanigheid als minister van Justitie clean sweep heeft gehouden. En van uw neven en nichten hun tegoeden heeft genomen, hun goud in beslag heeft genomen en hun bezittingen heeft verbrand en vernield. Dat is... Dat en is, u wil opkomen voor VHP in Den Haag. Meneer, ik kom niet op voor... Meneer Sloot, ik kom niet op voor VHP in Den Haag. Ik probeer een normaal gesprek. Ik wil je alvast bedanken voor de adreskundeles, voor de adreskundeles van net. We kunnen altijd praten, u en ik. Onder alle omstandigheden wil ik met u praten. Maar ik ga u blijven zeggen dat als u deze houding aanneemt, dat ik me erover uit ga spreken. Ik schaam me voor u. Ja, dat mag. Maar ik begrijp die houding niet. Meneer Pinas, hoe doet het dan, ja? Ja, maar hoe bedoelt u dan? Wat heeft VAP met slavernij te maken? Ik bedoel, als ik iemand kwalijk neem van slavernij, dan... VAP heeft met slavernij te maken. Ja. Maar VAP wil de kolonisatie voortzetten. Enkel en alleen omdat zij aan de macht willen blijven. Die kolonisator die onze voorouders tot slaaf gemaakt heeft. En ik vertel u wat meneer Santokki heeft gedaan met ons. Met onze mensen in het achterland. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij gedaan? Wanneer heeft hij dat gedaan? En wat heeft hij gedaan? Dat wist ik niet. Ik vind het moeilijk. Heb je niet naar me geluisterd? Ja, hij heeft clean sweep gehouden daar. Wat voor mensen dan? Waarom moest hij zo optreden? Wat hebben die mensen gedaan? Vraag aan Santokki. Zijn het criminelen? Ik ben voor een harde minister. Vraag aan Santokki, meneer Pinas. U breekt een land voor de VHP. Vraag aan hun waar clean sweep voor bedoeld was. Oké, okay, maar bij deze... Ik vraag u ook aan meneer Santokki, aangezien u toch vragen aan hem gaat stellen, waarom hij een zak nappie voor 25 en 30 SRD koopt, terwijl het duurder is bij die mensen in het achterland. Dat moet u hem vragen. Maar kan het zijn dat zij die prijs overeen zijn gekomen? Ja. Koper en verkoper? Daar ga je weer. Ik denk dat die vraag het aan hem, laat hij jou het antwoord. Meneer Sloten, de mensen in het achterland hebben wel verstaan van geld en goud, hoor. Dus, iedermaal ook iets ding, maar iedermaal ook. Meneer Sloten, voor 30 SRD bij te kopen. Mm-hmm. Omdat hij ervan uitgaat dat het domme mensen zijn. Nee. Zoals Matura even zei, je pakt ze makkelijk. Ik denk niet dat ze dom zijn. En misschien moet ik ze gelijk geven, want ze hebben jou ook gepakt. Waarom suggereer je dat steeds? Omdat, meneer Sloten, ik heb geen mening hier, hè. Ik vraag alleen maar wat er je hier is. Je hoort een mening te hebben, meneer Pinas. Je bent Sranaman, je hoort een mening te hebben. Ja, maar niet je hebt belangen hier in Suriname. Is dat er nog? Het nageslag is in Suriname. Meer ook dat zijn jouw kinderen in Nederland. Uh-huh. Maar het nageslag, Pinas, is in Suriname. Je hoort een mening te hebben. Maar Pinas betekent niet dat ik dan per definitie tegen VAP moet zijn, toch? Ik weet niet wat je wilt doen. Ik zeg, je hoort een mening te hebben.
Je hebt nageslacht in Suriname. Nou, ik heb een mening dat het beter moet gaan met Suriname. Is dat een goede mening of is het weer... Absoluut is het goed. Dat is maar dan moet je nog een inhoud aangeven. Ja. En als zoals ik berichten nu volg, dan neemt u me niet kwalijk, maar het lijkt alsof de huidige bewindsvoerder het niet goed doen. Deelt u die mening ook of ben ik weer geïndoctrineerd met allerlei vieze foute ideeën? Ik deel die mening niet. Oké. En ik ga u vertellen. Alsjeblieft. Dat ondanks alle tegenwerking, economisch en anderszins, het deze regeerder gelukt is om meer dan 560 wapenfeiten te noemen. Regeerperiode Bouterse Adin. Dat is het document dat de vicepresident heeft overhandigd aan de president op de avond van 24 februari jongstleden. Meer dan wat de VHP in 71 jaar heeft kunnen doen, is in 4 jaren gedaan. En toch beweren mensen dat de huidige bestuurders niet hebben gefunctioneerd. Rara, hoe kan dat? Ja, dat beweren. Mocht dat nadenken, meneer Pina? Absoluut, absoluut. Het is gepubliceerd. Er is een boekwerk daarover. Mm-hmm. Er is ook een ander boekwerk waar Kenneth Sloten voor gezorgd heeft. Want ik heb een consultant laten opmaken, een studie dat gedaan is over 10 jaren front, 2000-2010, uit de kluis van het ministerie van openbare werken, van werken die zijn uitbesteed en contracten die zijn getekend met ondernemers. En dat is het dossier, dat is het boekwerk waarmee Bouterse zwaait en ik kan de helft van de PHP laten opsluiten ermee. Daar heeft Kenneth Sloten voor gezorgd, meneer Pina. Waarom doet hij dat niet? Waarom sluit hij ze niet op? Ja, omdat wij zijn niet zo, hè. Wij zijn niet zo. We zijn Suriname. We leven onder elkaar, met elkaar, eten en drinken met elkaar. Wanneer mensen venijnig zijn en hun geloofs momenten gebruiken om anderen te vergiftigen. Dat is niet Surinaams. Zo zitten wij niet in elkaar. Als je iemand uitnodigt om bij je thuis te komen, wordt de persoon uitgenodigd om vriendschap uit te spreken. En niet om stiekem te proberen de persoon te vergiftigen. Zo zijn we niet opgevoed, meneer Pina. Ja, nee, we zijn niet opgevoed. Meneer Sloten, boeven moet je opsluiten. Naar het leven te staan. Boeven, zo zijn we niet opgevoed, meneer Pina. Boeven moet je opsluiten. Of zo opgevoed of niet. Maar boeven worden gewoon opgesloten te worden, toch? Ja, maar je kent Suriname niet. Je kent Suriname niet. Er zijn 15 mensen in december 82 om het leven gekomen. Ja. En heel Suriname is er doorgeraakt. Heel Suriname is het doorgeraakt. Nee, dat zijn moorden. Ik heb het over opsluiten. Ook Sloten was er doorgeraakt. Maar ik heb er door geprikt en ik heb gezegd, het is de overwinning van de revolutie op de Contra. Maar het wil niet zeggen dat ik niet besef dat 15 Surinamers het leven hebben gelaten. Door intriges van dat proces. Begrijpt u wat ik zeg? Zo zijn wij niet. Ja. Nee, maar ik vind die vergelijking een beetje mank. Dat zijn moorden. Ik heb het over opsluiten van boeven. Die kan je toch niet vergelijken? Dus je mag het noemen hoe je wil. Uh-huh. Je mag het moorden noemen. Geef het maar de benaming die je wil. Ik geef ook heb je andere de benaming voor? Die ik wil. Zou je mij en als jij de andere boeven wil noemen, uh-huh, noem ze maar boeven. Ik zeg, er is een onderzoek gedaan, ja. Het rapport is daar. De procureur-generaal heeft ook de vrijheid om te zeggen, ik neem het rapport en ik ga ermee aan de slag. Omdat we in een rechtsstaat leven en het recht moet zegevieren. Okay. Maar wanneer Pinas wil, dat het met harde hand gedaan moet worden. En zo zijn we niet, dat doen we niet meer. Nee, maar de sloten kennen, ik ben van de harde lijn, hè. Dus we zijn geen barbaren, hoor, meneer Pina. Nee, ik ben ook van de harde lijn. Maar ik bedoel, hoe zou je mensen kunnen noemen dan die stelen? Ik bedoel, dat zijn toch boeven? En als mensen vermoord zijn, hoe dat zijn het... Hoe noemt u meneer Rutte?
Hoe noemt u meneer Rutte? Meneer Rutte, voor zover ik weet, ja. Hij is minister-president van Nederland. Ja, hoe noemt u hem? Premier. Ja, maar hij is een boef. Ik heb geen bewijs voor, hebt u? Hoe noemt u Alexander van Oranje? Koning van Nederland, der Nederlanden. Ja, en u bent zijn onderdaan, maar hij is een boef. En u durft zich niet erover uit te spreken, anders gooit hij u het land uit en neemt het paspoort dat hij u heeft gegeven in. En omdat u dat niet wil hebben, houdt u liever uw mond tegenover. Hij is een boef. Maar zij hebben toch gestolen in Indonesië en andere plaatsen in de wereld en in Suriname. Die gouden koets waarin hij rijdt, waar komt dat goud vandaan? Waar komt het vandaan, meneer Pinas? Houdt u alsjeblieft op. Houdt u alsjeblieft op. Nee, meneer. Ja? Meneer Sloot, ik... Ja, de mensen in je directe omgeving... Boeven. Boeven. Ja, maar ik moet bewijs hebben, toch? U zegt dat VAP een paar mensen heeft... Geen nee, ik heb geen bewijs van meneer Rutte dat hij ooit gestolen heeft. En voor zover ik weet, loopt er geen zaak tegen hem. Ik nodig u uit de volgende keer weer voor een gesprek. Uh-huh. Ik ga dit moeten beëindigen vandaag. Oké. Okay. Meneer Sloot, zullen we afspreken dat ik u vaker belt? Vindt u het goed? Ja, maar er gaat op een gegeven moment door mij, ga ik van u vragen dat u bepaalde insinuaties achterhoudt. Ik heb het niet eens door dat ik dingen insinueer, maar ik zal erop letten. U moet zich goed voorbereiden op een gesprek met mij dan. Dat doe ik altijd. Maar het kan ook spontaan. Dankjewel meneer Kenneth Sloten. Directeur van Volkscontacten. En deze man zit echt dicht bij de president. Hij is bij het kabinet belast met Volkscontacten. En ja, ik ben niet eens met hem altijd. Hij ook niet. Maar dat maakt niet uit. Dit is standvast. Het is 4 minuten over half 5 in de middag. En zometeen komen de meisjes van, hoe heet het programma van hun weer? Weet ik niet. Maar anyway, jonge dames komen straks een mooi programma hier maken. Over vloggen. Over alles en nog wat. Wat een uitzending. Nakpanya, sanami no gue. U wil reageren op wat ja, benieuwd. Waarom? Omdat deze man, hij heeft het van zijn werk gemaakt, hey Limbo, om de journalisten op een dusdanige manier te vernederen en niet in te gaan op vragen. Mm-hmm. Wat je deze man ook zou vragen, die man had het over VAP, wow, in 62 nog. Ja. Zouden ze die Hollandse militairen doodschieten? Wat bedoelde hij daarmee? Ja, enige wat hij mij nu vertelt, en dat wist ik niet. En hij is iemand die wel heel dicht bij Boutens is, hoor. Ja, dat weten we allemaal. Alle Surinamers weten dat. Maar hij heeft mij iets net verteld dat Boutens bang is voor een eventuele invasie. Dat er landen zijn die, als het chaos in het land zou zijn, dat die staan gereed om in te grijpen in Suriname. Dat meneer Pinas... Toen Amerika heeft gedreven, dat is tijdens de militaire periode, dat als Bouterse niet zich anders wil opstellen, dat ze dan na dat ding van de Grenada, dat ze in Suriname zouden komen. Ja, dat weet ik, maar dat is jaren 80. Nee, maar wacht eens even, toen was hij wel bang. Nu is hij nog steeds bang, dat geloof ik bijna niet. Ja, maar dat zegt iemand. Nu is hij democratisch gekozen. En dan nog is hij bang dat er een invasie... En dan nog is hij bang. Ja. En jou, 80, wat hebben ze direct gedaan? De grondwet buiten werking gesteld. Ja. Was dat geen ordinaire coup? Het is een ordinaire coup. Nee, het is een revolutie volgens meneer Sloten. Dat is geen revolutie. NDP'er die het keihard heeft gezegd in de microfoon van SRS, dat meneer Sloten een leugenaar en een verdraaier is, was een NDP'er. Ja, die ging hem wijzen dat hij kijken naar de prijzen in de winkels. En nu kon men zeggen, VAP drukt alles, alle prijzen. Migadomi Jezus, als jij geen geld kan beheren en je geeft het aan meneer Pinas. En meneer Pinas die gaat ermee sporten. Dan heb je morgen geen vreten te kopen voor je kinderen. Prima, maar weet je wat het is? Ik zit hier om goede en slechte vragen te stellen. En het is aan de geïnterviewde om antwoorden te geven. Ja, maar jou niet kleineren.
Mij kan je niet kleineren. Ik stel vragen. Als hij vindt dat hij daaruit plezier haalt, moet hij vooral doen. Mij raakt het niet. Deze mensen hebben zoveel op hun kerk. Maar wat is kleineren dan? Ik bedoel, hij vindt het leuk, maar ik weet wat ik gevraagd heb. En ik, voor zover ik weet, je bent ook al kritische luisteraar, toch? Dus dat is iets van meneer Limbo en meneer Sloten. Je krijgt nooit antwoord daarop. ze gaan terugkeren en jou proberen te pakken, jou te kleineren voor de luisteraars. Dat gaan ze proberen te doen. Dat doen ze in Suriname, maar jij bent niet in Suriname. Straks gaan ze je ook zeggen, hou je bezig met Holland. Is mij vaker gezegd. Oké dan. Ja, maar anyhow, voor mij hoef je mij dat plezier niet meer te doen om deze man voor de microfoon te halen. Ik vind echt niet, hij is het niet waard. Nee, maar ik vind hem een leuke man, weet je, omdat hij... Ja, je kan hem een leuke man vinden, maar ik bedoel, voor mijn oren is het gewoon hoofdfijn. Ja, omdat die man denkt dat hij verstand heeft van alles. Voor alle zaken, denkt hij dat... Hij heeft verstand van heel veel roven en dieven met die bende die daar zit, waar hij tussenin zit. Daar heeft hij verstand van. Dat zegt hij, dat denkt hij dat hij... Maar en dat vind ik wel leuk om met zulke mensen te praten die... Nee, die denken dat ze in de wc het meer. Ik kan je niet zeggen wat je moet doen, maar ik zou het niet meer doen, want hij is het niet waar. Okay. Als journalist, dan wil je iemand vragen stellen, die verdedigt zich of die geeft antwoord. Uh-huh. Maar die gaat niet steeds keren om de journalist te pakken, want dat doen ze ook in Suriname. Ja. Aboen, ik luister verder. Ik reageer op die meneer Sloten. Oké. Waarom laat u zich zo kleineren door die meneer? Mij kleineren? Ja. Nou, ik vind het niet... Ik bedoel, als hij bel, mag ik hem toch de ruimte geven om alles te zeggen wat hij wil. Ik deel uit, dus ik moet kunnen incasseren. Is heel normaal. Nee, u, die meneer Sloten, waarom laat u zich zo door die meneer zo kleineren? Dat bedoel ik. Ja, ik weet niet of het kleineren is. Is wat hij vindt. Hij mag het zeggen wat hij wil. Ik bedoel, ik ben objectief. Ik maak een programma en ik stel hem vragen. En dan, hij mag alles zeggen. U mag ook alles tegen mij zeggen. Ook een mening zeggen. Ondanks dat u radiopresentator bent. Uh-huh. Wat zou ik moeten doen? Zou ik hem moeten aanvallen en zeggen, mij niet kleineren? En... Nee, hij is vrij om te praten. Daar staan wij bekend om. Als u belt, dan wil ik u de ruimte geven om alles te zeggen. Zolang u maar geen vulgaire taal gebruikt. Maar uw mening mag altijd ventileren. Nee, dat snap ik. Maar goed, maar ik bedoel, je mag toch wel je mening zeggen, toch? Ja? Ik ben het helemaal niet eens om met die meneer. Ik ga hier echt te koken. Sorry. Ik zou echt tegen de eerder. Wat staat u te doen? Letterlijk te... Ik heb over de geschiedenis, slavernij, blablabla. Uh-huh. Ik doe echt helemaal niks voor die mensen, hè. Ja. Sorry dat ik het zeg. Ja, dat ziet iedereen. Dat ziet iedereen, maar meneer Sloten leeft in Androm. In het Bronwereld. Ja, want hij is gewoon echt een boutamang. Dat merk je gewoon in al de uitspraken wat hij zegt. Ja, en dat is hem juist. En dat moet ik aan de luisteraars overlaten, dat hij dat zijn mening vormen over hem. Ja, klopt. Ja. Goed. Nou, je doet het goed hoor, ga zo doen. U was aan het koken. Wat bent u? Bent u aan het koken of kookt u? door alles wat gebeurd is op de radio. Want nu weet ik het niet meer. Ik ben de boot aan het maken. Oh, dus u bent aan het koken, maar u kookt niet omdat u die er gesloten gehoord hebt met zijn uitspraken. Ja, sorry, okay. Ik echt dood. Maar goed, ieder zijn mening. Toch? U maakt bruine bonen met rijst. Ja. Ai, boei. Oh, wat kan? Nee, wat zit erin? Alles, hè? Alles erop en eraan. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.